Willem Heijzer, dank voor de uitnodiging in jouw werkkamer hier in Wassenaar, bij jou thuis. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History project van het ADNG. Ja. Waarin inmiddels zou iets van 50 emeriti, hoogleraar psychologie en straks ook onderwijskundigen en pedagogen wat terugblikken op hun carrière. De serie is nadrukkelijk bedoeld om het historisch bewustzijn voor een wat jongere generatie gedragswetenschappers te verhogen. Ja. De interviews beginnen standaard altijd met de vraag van of jij iets kort kunt schetsen van de jonge Willem Heijzer. Uit wat voor milieu kom jij? Welke middelbare school ben je gegaan? Vervolgens zullen we overgaan naar je studietijd. Ik ben in Rotterdam geboren. Ja. Mijn vader was een accountant. Ja. Maar de Heijzertjes, de Heijzers zijn al in de 19e eeuw naar Rotterdam gekomen. Ja. Kwamen oorspronkelijk uit Duitsland en waren de Rijn afgezakt. En een boel Heijzers zijn naar Amerika terechtgekomen. Oh, ja? Er zijn meer Heijzers in Amerika dan in Nederland. Ja. Waarom ik dit vertel weet ik niet, maar dat... We komen er straks misschien nog op terug. Mijn grootvader Heijzer, die heb ik nooit gekend, want die was al overleden, die dreef een café of een wijnstube. Ja. Want hij kwam uit de omgeving van Worms, wat het wijngebied is. Ja. En ik vertel dit toch voor de zekerheid even bij, mijn grootmoeder had tegen mijn vader gezegd, jij gaat niet die zaak overnemen, want dat is veel te riskant. Jij moet boekhouder of accountant worden, want daar is altijd vraag naar. En zo is het geschied. Ja. 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 En dat was interessant, omdat mijn vader aanvankelijk had hij voor de gemeente gewerkt, gemeente Rotterdam. Ja. Maar op een gegeven moment kwam hij terecht bij de Holland-Amerika-lijn. Ja. Ja. En daar was hij hoofd van de rekenkamer. En daar zorgde hij voor dat de boeken klopten natuurlijk. Ja. Maar als je aan hem vroeg, wat is nou de kern van je werk? Dan zei hij, relaties. Tussen mensen. Tussen mensen. Ja, ja. En die moet ik goed onderhouden enzovoort. Ja, ja. En waarom vertel ik dit? Omdat mijn werk over de hele linie vooral met relationele data te maken heeft. Ja, ja. Dus ergens ben ik dan dus niet ver van de boom gevallen. Want ik doe een kwantitatieve. Ik zit in de kwantitatieve richting van de psychologie. Ja. En vooral over relationele data. Ja, ja. Mijn moeder was dochter van. Iemand die bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Yeah. En was oorspronkelijk in Groningen geboren. Yeah. Maar toen haar vader was zeg maar MTS'er die wat je nu ProRail noemt, die voor de emplacementen en de bruggen moest zorgen. Ja. Die werd overgeplaatst als een bevordering naar Rotterdam. Beiden zijn naar de HBS gegaan, maar geen academische opleiding. Dat is een beetje, denk ik, wat ik misschien kan vertellen wat relevant is. Ja, ja. Maar zij stuurde mijn zus en mij wel naar het gymnasium. Ja. Dus ik heb in Rotterdam op het Erasmiaans gymnasium gezeten. Ja, een beroemd gymnasium. Heel oud ook. Ja, en zo. Ja. En daar werd geen psychologie onderwezen. Nee, wat dan wel? Van alles, Plato enzovoorts. Wat was je voor middelbare scholier? Beta gericht? Ja, beta gericht. En ik was toen al wel ook actief, bijvoorbeeld in de schoolkant. Ja, en ik was lid van een debatingclub. Ja, en wij zien elkaar nog steeds sinds kort. Oude mannen die toch nog met allemaal verhalen. Krasse knarren. Ja, dat is leuk. Ja, ik had een interesse wel in mensen. Ja. En mijn moeder was iets overkomen wat me heel erg heeft aangetrokken. Ja. En toen vond ik dat ik dat allemaal anders moest doen dan de artsen toen met haar gedaan hadden. Mag ik doorvragen wat? Ze had een vleesboom en toen was ze naar een operatie gegaan en ze kwam zonder baarmoeder terug. Ach, en daar was ze totaal van de kaart. Toen dacht ik, wat is dit voor iets geks? En ik ga medicijnen studeren, zal eens even kijken. Dus daar zie je al het optimisme van de scholier. Ah. Of dat niet anders kan. En dus ik ben medicijnen gaan studeren in Leiden. Ja, ja. Even denken, dat is misschien wel genoeg. Even over mijn middelbare school. Ja,
Maar die studie viel heel erg tegen. Ja, en welk jaar ging je studeren? Dat hebben we het over 1967. Ja, ja. Ja, was ik, was ik 18. Ja, ja. En hoezo viel die studie tegen? Nou, het waren gewoon allemaal beta-vakken, zoals natuurkunde, biologie, nou ja, dat was dan fysiologie, statistiek. Ja, ja, ja. Had ik niet op gerekend. Ja, gaan we het vast zo nog over hebben. Ja. En je zag geen mensen, er waren geen patiënten. Het eerste jaar was totaal theoretisch van aard. En praktisch in de zin van dat je samples van weefsel moest natekenen en zo. Ja, en je moest proefjes doen met een kikkerspier, weet ik het. Dus toen was ik inmiddels, had ik wat meer mensen leren kennen die van andere studierichtingen waren. En een daarvan die was daar staflid bij psychologie en die zei... Joh, waarom ga jij geen psychologie studeren? Ja. Dat gaat echt over mensen. Ja. En, dat heb, en zo geschieden. Ook in Leiden? Ook in Leiden, die. Dus je kwam al snel achter dat medicijnen niet jouw roeping was, zoals veel medicijnenstudenten van begin aan die studie. Als ik eerlijk ben, had ik ook niet nagedacht over dat je dan ook bloed met bloed te maken. Ja, ja, dat was een beetje abstract hier. Ah. maar ja, toen was het inmiddels dus 1968 geworden. Misschien moet ik ook vertellen dat ik eerst lid was geworden van het Leids Studentenkoor. Ja, ja. Dat is wel een vormend geval geweest. En vormend. Want dat viel me ontzettend tegen. Dat vond ik, banaal. Het koor, de manier waarop ze met je omgingen. De ontgoedingen en dergelijke. Wat nu ook weer actueel was. Ja, wat om zoveel jaar weer extra... Ja. In de media Dus daar zal ik niet te veel over uitweiden, maar het was ook niet zo erg als nu in Amsterdam, geloof ik. Maar het was toch wel behoorlijk, wat zal ik zeggen, neerbuigend tegen gewone mensen. Mensonterend. Ja. En ik raakte eigenlijk van het koor gelijk, kwam ik in andere kringen terecht. Ja. En dat waren de kringen van de studentenvakbeweging. Ja. En dat waren vaak studenten die nog thuis woonden, spoorstudenten. Die waren het koor. Want jij woonde op jezelf al toen? Ik woonde toen al in Leiden, ja. En bij mijn huis was het een gemengde boel. Er zaten twee koorstudenten, maar er zaten ook van allerlei andere mensen, zal ik maar even zeggen. Activisten en van alles. Acht mensen in één. Dus... Door mijn contacten met de studentenvakbeweging was ik in 68 al een activist geworden. In de studentenvakbeweging. Ja, de studentenvakbeweging die was in het begin van de 60 jaar opgericht. Ja. Onder andere voor betere beurzen, voor een betere huisvesting. Ja, ja. Ook bekende problematiek, niet veel verder gekomen. En op een gegeven moment steeg de populariteit van de studentenvakbeweging. Ja. Ook waarschijnlijk omdat 1968 was ook het jaar van de... Van de dingen in Parijs. De Parijse revolutie. Ja, En dat betekende dat er verkiezingen waren voor de Algemene Leidse Studentenvereniging, de ALSV, de pendant van de ASFA in Amsterdam. Ja. En ook voor de NSR, de Nederlandse Studentenraad, die ook nog een soort van bestaat. Ja. En daar won de SVB voor het eerst, want dat was vroeger in handen van het koor. Ja, En dat was een gigantisch interessante tijd voor mij. Er ging een wereld voor me open. En wij hadden ook allerlei plannen. En wij vonden dat, dat er gedemocratiseerd moest worden. Ja, en dat er dit moest gebeuren en dat moest gebeuren. We hadden scholingsbijeenkomsten. Ja. Onder leiding van mensen uit Nijmegen. Ja. Want er was een grote invloed. Dat wordt ook niet vaak gerealiseerd. Grote invloed van de katholieke emancipatie. Ja. Dus zowel de mensen uit de studenten uit Nijmegen als uit Tilburg waren zeer actief. En ook het marxisme vaak toegedaan. Dus dat heb ik allemaal mee mogen maken. En ik werd op een gegeven moment ook een van de meer vooraanstaande leden van die SVB. Ja, ja. En dan wil ik nog heel even, want het is kort geleden nog opgekomen, over 1969 vertellen. Ja. Want geleidelijk aan waren dus de studentenbewegingen in de hele wereld bezig geweest. Ja. En in 1969 bereikte dat Nederland. Ja. Maar de eerste bezetting in Nederland was in Tilburg.
En de Tilburgse studenten die hadden een groot plakkaat opgehangen, Karl Marx Universiteit. Yeah. En, maar toen had het college van bestuur van Tilburg, die had gelijk de hele Tilburg Universiteit gesloten. En dat vonden wij, dat was eind april 69. Yeah. Dat vonden wij helemaal niks, want wat was dat nu voor onzin? De studenten die hadden rechtvaardige eisen en dergelijke. Yeah. Dus wij vroegen aan het college van bestuur van Leiden of ze zich wilden distancieren van het college van bestuur van Tilburg. Nou ja, dat wilden ze niet. Ja. Dus, wat gingen wij doen? Ook bezetten. En dat was, even denken, dat was ongeveer begin mei. Was 8 mei of zo, 9 mei, zoiets. Dus dat was even na Tilburg. Toen was er in Amsterdam nog niks gebeurd. Die maagdenhuisbezetting? Nee, die was pas op 16 mei. Nou, dat werd gevolgd door bezettingen van instituten. In Leiden was dat bijvoorbeeld het Socioloos Instituut. Ja. Dat was continu actie. En ook in het Psycholoos Instituut. Dus ik voerde dan in het Psycholoos Instituut, werden de teach-ins gehouden. Ja. Dat was in die tijd een manier om over bepaalde onderwerpen te discussiëren, en masse. Maar ook eisen gesteld aan de democratisering. Ja. Ja. En daar sprak ik dan. En toen had je professor Goris, jou wel bekend, de eerste hoogleraar psychologie in Leiden. Ja, ja. En die stond op en die zei tegen mij, wie bent u? Ik heb u nog nooit op college gezien. Ja. Nou, dat klopte, want dat was ik ook nog nooit geweest. Ja. En ik weet niet precies wat ik toen geantwoord heb, maar ik heb later gedacht, dat zal ik niet op me laten zitten. Want Goris hield van een boel studenten bij wat hij van ze dacht en wat hij van ze verwachtte en dergelijke. Ja, ja. Ja. En dat bleek later ook nog wel, dat is een ander verhaal. Ja. Maar het betekende eigenlijk dat ik binnen psychologie ook tot de mensen behoorde die van de actie. Ja. 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 Op een moment, eind 69, dat er een splitsing begon op te treden. Er waren mensen die zeiden, we moeten de arbeiders helpen. We moeten naar Rotterdam, naar Amsterdam, de havens enzovoort. CPN gedreven of Communistische Eenheidsbeweging Nederland. Ja. Maoïstisch. Er waren een aantal die kant op gingen en de universiteit liet voor wat het was. En er waren een andere groep en die wou de faculteiten in. En daar behoorde ik dus toe. Ja. En dat betekende dat ik toen voor het eerst kennis maakte met professor Van der Geer. Ja. Want die was decaan. Ja. En die wou... Van der Geer was ook professor in de psychologie. Ja, die was professor. Samen met Goris. In de experimentele psychologie en statistiek. Ja. En Goris zat meer in de... In de persoonlijkheidspsychologie en de ontwikkelingspsychologie, zeg maar. Ja, ja. Maar Van der Geer was decaan van de faculteit. En die wou zorgen dat democratisering een beetje in goede banen werd geleid. Inmiddels was de wet Veringa aangenomen. En er moesten subfaculteitsraden komen. En besturen en ook een faculteitsraad en dergelijke. En er was dus een overleg met de actievoerders wat hun ideeën daarover waren. En Van der Geer probeerde dat zo goed mogelijk vorm te geven. Ja. Maar van Lieverlee raakte ik ook geïnteresseerd natuurlijk in die man zelf. Omdat ik hem een paar keer had gezien. Ja. Ja. Hij was net terug uit Amerika, had hij een jaar gezeten. Ja. Dus dat zijn heel vormende jaren voor mij geweest, dat ik dus met mijn neus in de boter vloog, zeg maar. Ja, ja. Zowel in mijn activiteiten voor het instituut, als in mijn studie, als allerlei mensen leerde kennen langs niet als docent, maar als in de organisatie. Maar ook vormend voor de belangstelling die je kreeg binnen de psychologie. Ja. Want ik kwam dus in het subfaculteitsbestuur als eerste student en toen hebben ze me studentassistent gemaakt. Bij Van der Geer wat je toen... Dus ik was toen al voor mijn kandidaats, was ik studentassistent. En van de Weromstuit voeren ze me ook om practica te doen. En op een gegeven moment gaf ik ook college. Als student? Als student, ja, dat kon toen nog. Ja. ik gaf college testtheorie. Ja. En hoe ontstond jouw belangstelling meer voor de statistische... psychometrische kant? Kwam dat echt door Van der Geer? Of was het misschien ook een soort verzet tegen Goris of zo? Geen verzet tegen Goris. Maar wel ook andere mensen zoals Jan de Leeuw. Was een leerling van Van der Geer. Die zelf niet meedeed aan de actie, maar wel meedeed in Amsterdam aan de Provo. Dat is interessant. Ja, ja.
En ja, Jan was een briljante leerling van Van der Geer, die heel veel van de statistiek wist. Nou ja, het werd dan in die tijd datatheorie al genoemd. Ja. Wat is het verschil tussen datatheorie en statistiek? Nou, datatheorie was meer aan de ene kant een exploratieve richting en niet zozeer een toetsende. Dus proberen inzicht te krijgen in wat wordt tegenwoordig unsupervised learning genoemd, niet gesuperviseerd leren. En op dat moment was de statistiek gewoon toetsen uitvoeren, g-kwadraat toetsen, variantieanalyse doen, voor de testleer, betrouwbaarheid uitrekenen. Met de hand allemaal nog toen? Met de hand? Vaak met de hand, Of met, Van der Geer had al wel een wang. Dat was een tafelcomputer. Ja. En daar gingen ponskaarten in. Ja. Dus ik was al gauw geïnspireerd, dus ook door wat oudere studenten of postdocs. Nou, Jan die was toen net medewerker geworden. Ja. En er waren ook anderen van dat type. Ja. Dus ik groeide eigenlijk vanzelf in die vakgroep van de Geer ook met de inhoudelijke dingen waar men mee bezig was. Ja. Van der Geer was enorm goed in de variantieanalyse. Dat is een analyse van experimentele data. Ja. Maar had ook een interesse ontwikkeld voor de multivariate analyse. Dat is dus analyse van meerdere variabelen tegelijk. Ja. En, wat dichter bij het leven komt ook. Hè? Wat dichter bij het leven dat komt. Dat komt dichter bij het leven, dat klopt. Er zijn ook veel bredere toepassingen voor. En opende ook andere gebieden. Zoals de klinisch psychologen of de sociologen of de antropologen. En Van der Geer was iemand die interesse had om dat met hen, zoals dat modern heet, te delen. Dus hij had een goede samenwerking met de hoogleraar Lammers, organisatiesocioloog. Die grote surveyonderzoeken deed. Ja. En dan ging Lammers bij Van der Geer vragen hoe hij het moest analyseren. Multidisciplinair gericht was hij al. Ja. En dat leidde ertoe dat Van der Geer, die dus oorspronkelijk de leerstoel experimentele psychologie, experimentele psychologie als mede de statistiek had, die wou een eigen vakgroep. Want die dacht, ik ga dit gewoon voor de hele faculteit doen. Ja. En daar heeft iedereen wat aan en we kunnen van elkaar leren enzovoort. Ja. En die is zo in 69, 70 ook tot stand gekomen. Ja. Toen kreeg hij dus de leerstoel datatheorie. Ja. Tegenwoordig zou je zeggen data science, maar dat lag in elkaars verlengde. Ja. Eigenlijk, vinden wij dan. Hè? Ja. En dat betekende dat hij allerlei dingen die hij in zijn oude vakgroep ook erbij had, dat was dus experimentele psychologie, gewone statistiek voor eerstejaars psychologiestudenten, nog een aantal van die dingen, daar moesten nieuwe hoogleraren van komen. Dus er kwam een nieuwe hoogleraar functieleer, kwam een nieuwe hoogleraar inleiding in de psychologie, dat was Piet Vroom. Piet Vroom, ik heb ooit een biografie van geschreven. Lector was die dan, maar goed, dat heet dan tegenwoordig ook hoogleraar. Dus Van der Geer liet een aantal leerstoelen ontsprongen doordat hij zijn hielen lichtte en het werd een facultaire vak. Het vak breidde zich uit als het ware, zeg maar. Het vak kreeg meer vorm. Breiden zich uit, kunnen zeggen. Maar wel op de manier die wij goed vonden. Hè. Vond Goris die manier ook goed? Goris die zag Van der Geer was eerst een van de eerste studenten van Goris. Ja. En Goris heeft Van der Geer ook erg geholpen, zeg maar, in die begintijd. Ja. Van der Geer kwam ook uit Rotterdam, dus dat is nog een overeenkomst. Aha. Goris was en Van der Geer, Goris nam bijvoorbeeld Van der Geer mee naar congressen. In Frankrijk en dergelijke. En dan filosofeerden ze over, over Proust of over dingen van gelijke, waar ze allebei belangstelling voor hadden. Ja, ja. Van der Geer had een brede belangstelling. Nou, we zitten nu in 1970, dan ben ik dus nog... Je bent nog student. Ik ben nog student, Moeten we misschien een beetje opschieten. Op lang verhaal kort te maken, ik ben toen afgestudeerd op een techniek die heet multidimensional scaling. Ja, ik weet niet of je dat wat zegt. Wel eens van gehoord. Daar probeer je van relationele data, bijvoorbeeld mensen hebben bepaalde gelijkenissen beoordeeld tussen kleuren of gelijkenissen tussen geuren of gelijkenissen tussen
bepaalde auteurs en dergelijke. Of je hebt misschien alleen maten voor gelijkenis of ongelijkenis. Ja. En die stop je, dat levert je een, wat je tegenwoordig een netwerk noemt, op tussen punten. Ja. En er is een verbinding tussen die punten als er een grote gelijkenis is. Sterk of minder sterk. En multidimensional scaling probeert dan daarvan, van die relationele data tussen die verschillende actoren verschillende stimuli. Een afbeelding te maken op het platte vlak of in de ruimte. Dus, dat klinkt allemaal nog abstract. Ja, maar dat was heel concreet, want we hadden op de zaak hadden we een driedimensionale Meccano-doosachtig ding staan. Op de zaak, op de universiteit bedoel je? Ik kwam daar iedere dag om 9 uur, 9:15 ook al was het nog zo laat geworden, zeg maar. Het begon met koffie en met biljarten en dat soort dingen allemaal. Maar hadden we ook een groot staketsel gemaakt om een driedimensionele puntenwolk op te hangen aan de gaatjes van 1 bij 1 bij 1 meter. En daar kon je dan proberen een brood van te bakken, een interpretatie aan te geven. Psychologie van te maken. Ja. Ja. En dat was een onderwerp wat we vervolgens, Jan en ik, eerst plaats Jan de theorie en ik veel meer de uitvoering in die tijd, om de MDS zo te maken dat je extra kennis over de objecten die MDS'd worden, MDS met multi in kon brengen in dat model. Ja. Dus bijvoorbeeld één onderwerp wat Van der Geer deed met een politicoloog, de politicoloog Daalder, was een enquête onder Tweede Kamerleden over waar ze zich verwant mee voelden. En dat deden ongeveer 140 of 136 waren het geloof ik van de 150 Kamerleden aan mee. Die hadden zich laten interviewen. Een flinke steekproef. Mooie steekproef. Ja, een hele populatie eigenlijk. Ja. Dat vonden wij niet erg, want wij wouden niet toetsen. Dus we bestudeerden gewoon een populatie van mensen die hadden gezegd ik voel me verwant met die en niet zo verwant met die enzovoorts. En van die data van Daalder gingen wij dan MDS'en, maar dan werd er ook afgevraagd een aantal issues die speelden in de politiek. Dus bijvoorbeeld, wat vindt u van de inkomensverschillen? Moeten die groter worden of kleiner worden op een ratingscale? Of wat vindt u van abortus? Moet die vrij worden? Dat was toen ook nogal een groot issue. Moet die vrij worden of moet die juist een strengste verboden worden? En dan werden dus die extra gegevens in de MDS verwerkt op zodanige manier dat je kon zien de mensen die hier zitten, die zijn voor abortus, mensen die daar zitten zijn tegen abortus. Dus hier zat CDA en hier zat D66, zeg maar. Je kon beter gefundeerde categorieën maken, categoriseren. Ja, en je kon kijken of dat klopte, in hoeverre dat klopte en of dat in een eenvoudige ruimte kon worden weergegeven of dat je daar meer dimensies nog voor nodig had enzovoorts. Dus dat was een technische verbetering van de MDS, maar die dus ook hele goede toepassingen had. Andere toepassing die ik iets later heb gedaan was in de sensometrie. Dat is geur- en smaakonderzoek. Ja, en dan hadden we bijvoorbeeld gegevens van Unilever. Die deed proefjes met verschillende varianten van soep. Varianten van tomatensoep bijvoorbeeld. Die kun je wat minder zoet maken of wat zoeter. Of je kunt ze wat meer naar dit laten smaken dan naar dat. En dat soort gegevens, daar werden dus ook aan de panelleden gevraagd om daar meningen over te geven en preferenties voor uit te spreken. En daar hadden we een verwante techniek voor, waarbij je niet alleen de stimuli, dus in dit geval de verschillende soorten soep, maar ook de beoordelaars in dezelfde ruimte kreeg. En dat is het zogenaamde unfolding model. Dat is ooit bedacht door Clyde Coombs. Van naam. Van naam, ja. Clyde Coombs die is in de 50 jaren naar Amsterdam gekomen. Daar heeft hij lezingen gehouden. Ik denk op initiatief van de Groot, eerlijk gezegd. Ja. En Van der Geer ging dan speciaal naar Amsterdam om Clyde Coombs te zien. En Coombs heeft een boek geschreven in 1964.
A Theory of Data. Ja. Dus daar kwam ook die naam datatheorie vandaan. Ja, ja, ja. Dat was Van der Geer's manier om Coombs te eren. Dus Van der Geer was helemaal weg van Coombs, zeg maar. Toen jij medicijnen studeerde, iemand sprak je aan, je vindt, jij moet psychologie gaan studeren. Ja. Maar jij komt erachter tijdens je studie van ik wil psychometricus worden. Ja. Hoe is dat? Is dat echt de invloed van de Geer geweest op jouw ontwikkeling? Ja, zonder meer. Is hij jouw leermeester? Je ziet hem als je leermeester. Ja, 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 ja. Heb je nog heel speciale herinneringen aan hem? Echt hoe ja. die jou in een beslissend gevormd hebben als wetenschapper? Nou, zijn manier van lesgeven was ook heel speciaal. Maar het kan ik moeilijk omschrijven hoe dat nu precies ging. Maar hij kon op een gegeven moment een heel verhaal vertellen en dan zeggen van, nou ja, sorry, daar moeten we het vandaag niet over hebben. Dus, en dat heb ik een beetje van hem overgenomen. Dus een verhaal langer maken dan de bedoeling is. Ja, ja. Eenmaal op zijn praatstoel. En dan vertelde hij ook allerlei anekdotes over andere wetenschappers. En dat vond ik ook verbazend interessant. Ja. Dat je dus wat achtergronden leert van mensen die alleen uit de boeken, die alleen van naam kent, of alleen in boeken staan. Ja. Ja. En dat kwam onder andere omdat Van der Geer een enorme hoeveelheid Amerikanen had ontmoet. Ja. Door iets wat hij in de 60er jaren gedaan had. Dat waren de zogenaamde summer schools, de Nuffic summer schools. Ja. En dat was in het kader van wat van de Marshallhulp, dan hadden de Amerikanen geld ter beschikking gesteld om... voor de wederopbouw, ja. En dus vanaf 1960 of 1962 tot ongeveer 1974 kwamen er ieder twee jaar, of ieder jaar misschien zelfs, kwam er een hele sliert buitenlanders naar Nederland toe. Ja. En dat organiseerde Van der Geer met een aantal anderen. Ja. En daardoor heeft hij dus allerlei helden van hem, zal ik maar zeggen, die heeft hij naar Nederland gehaald. Ja, 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 ja. Ook bijvoorbeeld Pat Soepies, een filosoof met heel veel werk ook in de psychologie. En allerlei helden uit die tijd kwamen naar Den Haag. Ja, En daar konden dus jonge medewerkers in Nederland, hij nam jou ook mee daar. Ja, ik hoorde tot het team, toen ik student was, tot het team die summaries moest schrijven van de lezingen. Ja, 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 ja. Ja. En het werd gehouden in het Paleis Noordeinde in Den Haag. Dat was een chique locatie. Toen had de koning daar nog geen kantoor. Nee, nee. En wanneer wist je dat je in de wetenschap wilde blijven? Nou ja, dat wist ik toen eigenlijk. In het begin... het was een van de grootste dingen die ik kon bedenken. Wat was er mooier dan daar te kunnen blijven? Aan de universiteit. Ja, aan de universiteit. En jij bent ook heel je werkzaam leven ben je aan Leiden verbonden geweest? Één jaar ben ik weg geweest. Dat was na mijn proefschrift. Mijn proefschrift was 1981. Ja? En in 82 heb ik een jaar bij Bell Telephone Laboratories gezeten. Dat is in Amerika? Dat is in de Verenigde Staten, ja. Is dat ook... dat is geen universiteit dan? Nee, maar het was wel een universitair georganiseerd lab. Het was het lab van AT&T, dus de telefooncompany. Ja, daarom Bell Telephone. Ja, ja, ja. Bell was toen een monopolist. Die had alle telefoon in handen op dat moment. Maar in de tijd dat wij daar waren, 82... begon men daarover te mopperen en kwam de divestment op gang. Toen zijn er dus zeven verschillende Bells gekomen. Omdat het dus een monopolist aan het worden was. Nou, en Bell Labs... Ja, ik weet niet of je het Philips Lab kent. Van gehoord. Ja, natuurkunde Nat Lab. Ja, ja. Dat was gevormd naar de aanleiding van Bell. Ja, ja, dus er zaten bij Bell 5000 mensen, waarvan een groot gedeelte, ik denk 40% PhD en 60% development.
Er waren ingenieurs bij. Er waren toegepast wetenschappelijk onderzoek. Toegepast, ingenieurachtige dingen. Ja, dus ze waren toen al bezig met schermen te maken voor het telefoneren. Ja, ja. Touchscreen bijvoorbeeld. Ja. En ze waren bezig met satellieten zijn in Bell uitgevonden. Ja, ja. De transistor is in Bell uitgevonden. Ja. Dat soort dingen allemaal. Ja. In de kantine hing een bord van alle prestaties waar iedere dag weer iets nieuws stond wat ze gedaan hadden. Ja, 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 ja. En er was een afdeling psychologie die echt kon opwegen qua kwaliteit tegen wat je dan in Nederland als afdeling psychologie kon doen. Daar zaten bekende mensen. En ik werd daar uitgenodigd door Doug Carroll. En na je proefjes nodigde me uit in februari toen ik nog helemaal geen proefschrift had. En hij had aan Jan de Leeuw gevraagd, die een paar jaar ouder is dan ik. Ken jij iemand? Ja. En die was daar ook geweest in Bell. Ja. Die had gezegd, nou, dat is misschien wel iets voor Willem Heijser. Dus toen kreeg ik een brief of een mailtje. Dat was denk ik misschien nog, ik weet het niet zeker. Ik weet ook niet meer. Er was nog geen mailtje, dacht ik. Dat ik dus postdoc kon worden bij Bell, maar dan moest ik wel gepromoveerd zijn. En toen moest ik dus in een half jaar vaart maken met je proefschrift afkwam. En jouw proefschrift van de Geer en de Leeuw waren dan mijn promotoren. En heel kort, waar ging jouw proefschrift over? Over een unfoldingtechniek. En de unfoldingtechniek is dus wat ik daarnet vertelde, dat je in die ruimte die je gebruikt als afbeelding van gelijkenissen en ongelijkenissen. Daar heb je twee soorten personen, twee soorten dingen, personen en objecten die ze beoordeeld hebben. En dan is de afbeelding zo dat een persoon dicht ligt bij de dingen die die hoog geprefereerd heeft. En ver weg ligt van dingen die hij niks vindt. Nou, die techniek die had Coombs ontwikkeld op een beetje, als ik het mag zeggen, houtje-touwtje manier. Ja. En daar viel veel aan te verbeteren. En die verbeteringen die waren al doorgevoerd door mensen bij Bell. Ja, ja. Maar daar waren nog allerlei problemen mee. En wat Jan en ik gedaan hadden, was dus een programma maken wat die problemen nauwelijks kende. Of niet kende voor de multidimensional scaling. Ja. Maar voor de unfolding was er nog een groot probleem. En dat was dat, dat heb ik niet verteld. De MDS-techniek die probeert eigenlijk alleen de ordening van de gelijkenissen weer te geven. Dus niet precies de numerieke waarden. Ja. En als je dat dus doet met die unfolding, dan kan er iets gebeuren wat degeneratie heet. Dat betekent dat al die objecten die beoordeeld worden, die komen op één punt te liggen. Ja, ja. En die mensen die die objecten beoordelen, komen op een cirkel te liggen. En dat zegt helemaal niks over de data. Ja. Dus hoe los je nu dat op? Dat was een van de onderwerpen die ik in mijn proefschrift gedaan heb. Ja. En toen was het nog steeds niet in orde, maar na 20 jaar is het me wel gelukt. En als ik me even verplaats in een aankomend student of een student psychologie die hier naar luistert. Wat heeft het met psychologie te maken? Het hoeft niet per se preferentie te zijn. Het kan ook gewoon een rating scale zijn met iets waar je wat van wil weten. Het heeft ermee te maken dat je een andere soort data kan analyseren dan de gewone data waar je multivariate analyse op doet. Je werkt niet met correlaties. Ja. Als je zoals bij factoranalyse, dan reken je correlaties uit en dan maak je een afbeelding. Maar dan zijn eigenlijk de personen weg. Ja, in de correlatiematrix zie je geen personen meer. Ja, ja, ja. En dat is ook bijvoorbeeld zo bij structural equation modeling. Daar zie je op een gegeven moment geen personen meer. En er zijn ook hele fundamentele problemen om de persoonscores van een factoranalyse te krijgen. Maar dat is een technisch verhaal. Ja. Ja. Dus tegen jonge mensen wil ik zeggen, als je naar individuele verschillen wil kijken, dan moet je juist naar die schaaltechnieken kijken. Want daar krijgt gewoon iedere persoon, die heeft dus een bepaald profiel waarin de voorkeur tot uiting is gekomen. En ieder profiel krijgt zijn eigen punt in de ruimte. En dat laat dus veel beter zien dat er een individueel verschillend opvatting is over die objecten die beoordeeld worden. Ja, ja. Dus je krijgt een afbeelding van de personen en van de objecten tegelijkertijd.
En dat is interessant, want en dat is ook steeds belangrijker aan het worden, bijvoorbeeld in het onderwijs, dat je naar profielen kijkt van de leerlingen. Waar liggen jouw sterke punten, waar liggen jouw zwakke punten? Of bijvoorbeeld in beroepskeuze. Daar kan je mensen ook allerlei dingen vragen. En dan wil je naar de profielen kijken van een persoon. En kijken in hoeverre dat profiel lijkt op een ander profiel van iemand anders of van de advertentie. En dat gaat met een volgen allemaal door te kijken naar punten in de ruimte. Ik zit nu even terug te denken aan wat je vertelde, dat je vader was boekhouder. En ik bedoel dat totaal niet negatief of zo, maar zijn psychometrici in... Zou je die kunnen zien als een soort boekhouders van de psychologie? In één opzicht zeker, dat ze namelijk hele praktische dingen ook kunnen doen. Ze ontwikkelen methoden voor de CITO-toets. Ze doen ook voor medische toepassingen, doen ze allemaal praktische dingen waardoor mensen analyses kunnen doen die ze eerst niet konden doen. Ja. Dus er is vrij veel toepassing in dat psychometrie. Ze doen het voorbereidende werk daarvoor, ja, zeg maar. Het technische werk, ze zorgen voor de technische infrastructuur. Voor de ondersteuning, het heiwerk eronder of zo, hoe moet je en het zeggen? Dat is heel verschillend van de mathematische statistiek, want de mathematische statistiek, dat is helemaal heel erg abstract. En dat probeert hele algemene dingen te zeggen over een methode. Maar ik vind psychometrie, een van de leuke dingen van de psychometrie is dat er veel toepassingsgebieden zijn. Dus een ander toepassingsgebied wat ik zou kunnen noemen is, dat is ook wel een omstreden gebied, dat is science studies. Dat is dus dat je probeert te kijken hoe zitten wetenschappen en specialisatierichtingen in elkaar. En we hebben in Leiden, ik weet niet of je van die naam wel eens gehoord hebt, het CWTS, het Centrum voor Wetenschappen en Technologie Studies, door Van Raan opgericht. Ja, die bibliometricus. Ja, bibliometricus. Bibliometricus. Ja. En dat zijn omstreden figuren, want die moeten dus iedere keer als er een onderzoeksevaluatie is, moeten ze iedereen in beeld brengen of moeten ze analyseren of het de moeite waard is. Ja. Maar dat is maar één onderdeel van de wetenschapsstudies. CWTS kreeg ook opdrachten van Elsevier bijvoorbeeld, de grote uitgever. Ja, ja. Of ze de verschillende tijdschriften van Elsevier daar een map van konden maken, een kaart. Ja, ja. Waarbij je dus de verschillende specialisatierichtingen ziet en ook in hoeverre die naast elkaar liggen of ver van elkaar af. En natuurlijk of er een gat in de markt is. Of er een ergens is waar geen tijdschrift voor is. Ja, 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 en die, nou, er zijn namelijk ook heel veel toepassingen van de type techniek wat ik heb geproduceerd in de marketing. Ja, daar zat ik net ook over te denken. En op het internet natuurlijk. Ja, ja, dus klikgedrag van mensen wordt ook geanalyseerd. Ja, ja. Dat als iemand klikt, dan heeft hij een zekere interesse in iets. Dus als je een groep... Maar dan weet je nog niet waarom. Dan weet je nog niet waarom, Het heeft ook in die zin... Daarom vragen ze nog meer van je. Daarom stelen ze al je data, zoveel als ze kunnen. En het heeft in die zin ook wel iets behavioristisch, dat er alleen gekeken wordt naar het uiterlijk gedrag. Uiterlijk, ja. Maar is gedrag niet altijd uiterlijk? Ja, maar waarom het... Nee, want ze kunnen natuurlijk het in verband brengen met wat vergelijkbare groepen doen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus ze kunnen denken van dit is een type klant die lijkt op die en die type klanten. En dan kunnen ze dus, omdat ze meer weten van zo'n groep, kunnen ze dus weer iets aanbieden. Het leidt wel tot zuiverdere klassificatie, zeg maar. Ja, want dan kunnen ze dus bijvoorbeeld zeggen dit is misschien ook iets voor u. Dat klopt. Bij mij klopt dat vaak helemaal niet. Komen ze met iets aan wat ik helemaal niet wil hebben. Ja, ja, ja. Dus ik zeg niet dat het perfect gaat. Maar ik zeg wel dat zowel analyse van klikgedrag op het web als marketing maakt gebruik van dit soort technieken. Ja, ja. En dan heeft men het over algoritmes. Maar dan denk ik algoritmes zullen bedoelen. Ja. Je hebt een jaar gewerkt bij Bell in Amerika. Toen ben je weer teruggegaan naar Leiden. Ja, trok de universiteit weer? Of toch wel.
Mijn vrouw die mee was naar Amerika, ja. die had eigenlijk liever in Amerika gebleven. Ja. Maar ik wou dat niet. Ja. Dat is altijd nog wel even een moeilijk punt geweest. Tot op een gegeven moment zij gewoon haar eigen gang is gegaan. Ja. En we zijn niet echt naar Amerika gegaan. Maar zij heeft wel allerlei contacten daar waardoor ze daar vaak is. Dus ik heb haar in die zin zeg maar vrijgelaten. Ja. Ja. En dat vindt zij natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. 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 Nou ja, ik kwam terug en toen hadden we een hele interessante samenwerking tussen alle leden van de vakgroep om een boek te schrijven. En dat is het Giffy-boek. Yeah. Ziet er zo uit. Giffy-boek. Yeah. Yeah. Giffy was de bediende van Galton. En Galton is voor Francis Galton, de Engelse eugenetica. Ja, maar die toch ook aan de wieg gestaan heeft van de bestudering van individuele verschillen. Ja, precies. Hij was geïnteresseerd in individuele verschillen, waar wij ook. Ja. Hij heeft het begrip correlatie uitgevonden, of in ieder geval zo gemaakt dat je het kon gaan gebruiken. Ja. Dat was aanvankelijk bivariaat, dus twee variabelen, puntenwolk, lijnen doorheen trekken, daar komt de regressieanalyse vandaan. En er bestonden wel technisch gezien vergelijkbare dingen, maar Galton was echt iemand die dat op grote schaal heeft weten te pushen en dan later Pearson. Ja, van de Pearson correlatiecoëfficiënt. Van de Pearson correlatiecoëfficiënt, die had Galton nog niet bedacht. En dus de Engelse statistiek aan het eind van de 19e eeuw is enorm geïnspireerd door Galton en Pearson. Ja. En mijn eigen held daarbij, Hull. En het is een minder bekende naam, maar dat is naar mijn smaak de uitvinder van de multiple regressie. Dus regressie waar je één uitkomstvariabele hebt en een heleboel predictoren. Ja, ja, ja. En later is daar dan bijgekomen de variantieanalyse, dat was Fisher. Dus al die vijf praktische dingen voor zowel experimentele data als voor data waar je een bepaald criterium wilt voorspellen, komen allemaal uit Engelse statistiek. Ja. Dat wordt dan vaak eigenlijk gezien toch als de start van de praktische statistiek. Ja. Even denken, waar waren we gebleven? Ja, dus wij wouden, dus de dingen die wij gedaan hadden, dat was niet alleen de multidimensional scaling, maar we hadden ook voor regressieanalyse en voor factoranalyse, of principale componentanalyse, hadden wij varianten gemaakt met dezelfde eigenschap die ik daarnet noemde, namelijk dat gegevens niet numeriek hoefden te zijn, maar die konden ook categorisch zijn. Bijvoorbeeld een rating scale met vijf categorieën. Daar zit dan ook nog een ordening in, dus dat is ordening, categorisch geordend. Maar ook als er geen ordening is, dus bijvoorbeeld in de toepassing die ik net noemde over politieke wetenschappen. Als je dan noteert van een Kamerlid welke partij die hoort, dan heb je een categorische variabele zonder ordening op zichzelf. In die tijd ging dat nog, dat wordt nu nogal veel categorieën. Die ordening is nu helemaal zoek. Maar dit even tussenrijden. Ja. Dus ons plan, en dat is ook uitgevoerd, was om alle bekende multivariate technieken te voorzien van zo'n genaamd optimal scaling feature. Dat ze dus schaalwaarden gingen uitrekenen. Dus behalve regressieanalyse gingen ze ook schaalwaarden uitrekenen voor de categorieën van de variabelen. Zodanig dat aan de meetcondities van zo'n variabele voldaan wordt. Dus een nominale variabele, daar mochten de schaalwaarden van alles zijn. Een ordinale variabele, die moesten de schaalwaarden dezelfde volgorde behouden. En dat is dus in dat Giffy-boek bij elkaar gebracht. En we hebben een stuk of 8 of 10 mensen bijdrages aangeleverd. En vandaar dat we een nom de plume hadden. Wat is dat, nom de plume? Een collectieve naam. Ja? Van de auteur, Giffy. En Giffy was de bediende van Galton. Ja, 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 ja. En wij waren gewoon... En zo voelden jullie je ook, zeg maar, een soort van... We vonden dat Galton niet genoeg dankbaar was voor Giffy. Want Giffy die deed allemaal dingen voor ons. Ja, 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 ja. En ook voor zijn wetenschappelijk werk. Maar jij ging terug uit Amerika zonder dat je een nieuwe baan had
Zonder nieuwe? Zonder dat je een nieuwe baan had. Ik had een tijdelijke baan. Maar gelukkig was, of gelukkig, voor mij gelukkig was het zo dat er een van de leden van de groep, die was nog steeds heel druk in de Leidse bestuurswereld. En die kon en wou lid worden van het college van bestuur als staflid. Ja. En toen heeft Van der Geer tegen hem gezegd, vind je het niet erg als Willem op jouw plaats gaat zitten? En dat vond hij niet erg. Nee. En zo is dat eigenlijk ook gebleven. Ja. Dus ik kon staflid worden omdat iemand anders iets anders ging doen. En ambitie, had je toen ook al een ambitie om hoogleraar te worden? Of, nee. Of, totaal niet? Of, nou, ik had de ambitie om minstens 2 publicaties per jaar te kunnen doen. Want ik had begrepen dat ze dat in Amerika normaal vonden. En dat was in Nederland nog helemaal niet zo normaal. En ik dacht van, als ik dat bereik, dan kom ik dan heb ik al heel wat gedaan. Daar had ik dan nooit van gedroomd zelfs. Ja. Als je terugblikt op je carrière, is er één publicatie waar je het meest trots of de meeste voldoening van hebt? Daar heb ik over nagedacht. En dat is eigenlijk, denk ik, misschien toch wel mijn zogenaamde presidential address. Dat is dus de redenvoering die je mag houden als je president van de Psychomedic Society bent. Ja, want dat ben je een aantal jaar geweest ook. Ja, je bent dan eerst incoming president, 3 jaar. Eerst incoming, dan ben je president en dan ben je outgoing. Je zit dan 3 jaar in dat bestuur. Ja, ja. En in het jaar dat je echt president bent, mag je een redenvoering houden. Ja, ja. En dat ging over, de titel was Geometric Representation of Categorical Data. Ja. En wat ik daar laat zien aan een wat breder publiek, heel breed publiek, maar in ieder geval wel voor alle psychometrici en statistici begrijpelijke manier, dat categorische data een heel eigen ruimte in beslag nemen. Ja. Dat iets anders is dan numerieke variabelen. In een numerieke variabele kan je zeggen, dat zijn punten op een lijn. Ja. En bivariaat, dan heb je er nog één, dan zijn het punten in een vlak. Ja. Ja. Maar bij categorische data krijg je dus eigenlijk al gelijk dat als het 2 categorieën zijn, dan krijg je een 2x2'tje, dan zijn er maar 4 punten. En als je 3 variabelen hebt, dan heb je er ineens 8, want dan liggen ze op de hoekpunten van een kubus. Kan je iets bij me zeggen? Vaag. Of als je bijvoorbeeld een variabele hebt met 3 categorieën, die liggen op de hoeken van een driehoek. En als het 4 categorieën zijn, liggen ze op de hoeken van een piramide. En daartussen zit niks, zeg maar. Maar wat dan mensen natuurlijk vaak doen, is het over de kansen hebben op zo'n uitkomst. Ja, ja. En die zijn wel continu. Ja. En die liggen dan binnen zo'n driehoek of binnen zo'n piramide. Ja, ja. Daar liggen de kansen. En zo kon ik de brug slaan tussen onze exploratieve aanpak van categorische variabelen, waarbij je dus gewoon probeert die punten op, als er heel veel zijn, probeer die punten allemaal in een lage dimensionele ruimte weer te geven. Ja. En de modellen die daarvoor zijn, die zitten eigenlijk in die originele ruimte. Ja. Ja. En, en dan soms ook met een restrictie. En dat heb je gepubliceerd in een psychometrie? Ja, Wat ik wel eens om me heen hoor, dat voor psychometrie inderdaad het tijdschrift is, maar ook een moeilijk toegankelijk tijdschrift is. Of in die zin exotisch, dat niet heel veel mensen, niet heel veel psychologen begrijpen dat tijdschrift. Nee, dat klopt wel. Maar dat is eigenlijk al van het begin af aan. Psychometrica is in de 30e jaren voor de Tweede Wereldoorlog opgericht. En door een aantal psychometrici, waaronder Thurston. Ja. En dat was een van de grote mensen. Ja. En ze waren bang dat het een tijdschrift zou worden van testpsychologen. Ja, 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 en dat vonden ze nou ook weer te praktisch. Want je weet dat in het interbellum, zowel in Nederland, maar ook wel in Amerika, was in Nederland heette dat psychotechniek, was testen gewoon. Ja, dat was mensen test afnemen en dan gemiddeldes uitrekenen. Daar zat niet veel theorie bij. Niet zo, en ook niet veel analyse. Ja, ja.
Dus het was van het begin af aan de bedoeling dat Psychomedica een technisch tijdschrift zou worden. Ja, ja. Want tot die tijd bestond dat niet. Tot die tijd moesten psychometrici, die publiceerden dan in het Journal of Educational Psychology. Ja, ja, ja. Want dat weten ook niet veel mensen, maar Journal of Educational Statistics is ook ongeveer even oud als psychometrie. Ja, ja, ja. Je bent president geweest van die Psychometrische Society. Ja. Er zijn opvallend veel Nederlanders president van geweest. Wel, ja. Wat is jouw verklaring dat Nederland zo goed is in psychometrie? Nou ja, dat komt dus door, denk ik, dat er een zekere competitie was. Of er was een evenwicht, zoals iemand dat een keer heeft uitgedrukt, tussen competitie en coöperatie. Je had de Amsterdamse school, dat was A.D. de Groot en zijn leerlingen. Ja. Je had mensen in Groningen die, zoals Kouwer en later Hofstee, die vonden dat ze iets van de kwantitatieve methode deden. Je had niet te vergeten mensen in Nijmegen, daar had je onder andere Bezembinder en Eddie Roskam. Van naam. Eddie Roskam die was bij Van der Geer gepromoveerd, maar die werd dan hoogleraar in Nijmegen. Ja, ja. En Bezembinder was eigenlijk meer een typisch mathematisch psycholoog, want dat heb je natuurlijk ook nog. Ja. Dus met andere woorden, Utrecht was een tijdje niks, maar op een gegeven moment kwamen daar ook mensen zoals Peter van der Heijden en andere mensen. Niet te vergeten Roytink, die was dan weer opgeleid door Ivo Molenaar. Ivo Molenaar was naar Groningen gehaald om echt statistiek te doen, en niet alleen vakaanwijzing. En dat betekende dus dat die verschillende groepen in Nederland, die natuurlijk relatief dicht bij elkaar zaten, die konden elkaar fysiek ontmoeten en die gingen soms ook naar hun lezingen toe. Ja. Ivo Molenaar bijvoorbeeld, die organiseerde maar dat weet ik niet zeker, in de, denk ik, 80er jaren of half 90er jaren ook summer schools waarbij over bepaalde onderwerpen. Ja, ja. En daar ging dan Toet Nederland psychometrie naartoe. Ja. Ja, 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 ja. Dus, en Ivo werd ook al vrij snel in de Psychometric Society actief. Dus Nederland was in de ogen van de Amerikanen en ook wel, en zeker in de ogen van een boel anderen in Europa, die liep voorop. Ja, ja, doordat ze elkaar inspireerden of naar grotere een beetje samenwerkten, maar ook niet te veel. beetje zoals Nadal, Djokovic en Federer in het tennis, dat ze elkaar naar grote hoogte stuwden. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat zou ik wel zeggen, ja. Ik heb ook een boel van Don Mellenberg geleerd bijvoorbeeld. Die ging mij dan iets vertellen over van jouw conculega, hoe het bij hun toeging en wat A.D. de Groot deed dat soort dingen. Je zei net van, je ging naar de universiteit terug. En als ik twee publicaties haal per jaar, dan word ik misschien op een gegeven moment wel hoogleraar. Nee, dat dacht ik niet. Dan ben ik gewoon een tevreden mens. Dan ben je een tevreden mens. Had ik het verkeerd begrepen net. Heb je publicatiedruk wel eens gevoeld eigenlijk? Wat je veel hoort in... Dat kwam natuurlijk wel later. Aan het eind van de vorige eeuw kwamen die onderzoeksvisitaties. Wij hadden wel publicaties, maar niet zoveel als een boel anderen uit andere richtingen van de psychologie, die dus ook altijd heel veel auteurs op een tijdschrift, op een artikel zetten en dergelijke. Ja, ja. En dat klopte niet met wat wij waard waren, wat wij daar zelf van dachten dan natuurlijk. Ja, ja. Dus op een gegeven moment voelde ik de prestatiedruk, omdat ik wel snapte dat ik dan moest zorgen dat mijn promovendi en ikzelf flink aan de bak moesten om te publiceren. Ja, ja. Ja. Maar goed, ik denk dat dat toch best goed gelukt is. Heb je veel promovendi gehad in totaal? Ik heb het voor de zekerheid van tevoren geteld. Het zijn er 33. Dus dat vind ik toch aardig wat. Zeker voor een technisch... Er waren een paar mensen bij die in het toepassingsgebied zaten, maar niet zoveel als sommige anderen, zeg maar. Dus het zijn, de meeste zijn inderdaad allemaal specialisten. Ter voorbereiding op ons gesprek had ik ook even wat gevraagd aan Danny Borsboom, hoogleraar in Amsterdam,
of hij iets bijzonders over jou kon vertellen. En hij zei mij dat jij dat, zo komt het op mij ook over, dat je vertelt een best een psychologisch technisch verhaal. Maar dat daar ook de meeste van jouw werktijd heen ging. Maar dat jij s'avonds graag psychologieboeken las. Ja, dat klopt wel. Dat zijn bepaalde onderwerpen die mij boeien. Een daarvan is emoties. Ja. Dat komt een beetje door Nico Vrijda, denk ik, die ik heb leren kennen. Omdat, die ook in deze serie zit, van interviews. Die is van de generatie van de Geer. Zij hebben ook samen projecten gedaan. Ja. En toen heb ik later Nico ook leren kennen, vrij goed leren kennen. Ja. En dat was dus wel Mr. Emotie. En die had ook een hele bekende theorie, namelijk dat emotie iets is wat aangeeft dat er een verandering in actiebereidheid ontstaat. Dus moet hij zich ook unfolden, zeg maar. Toch? Ja, dus ik ging nadenken, kunnen we daarmee doen? Ja, er is ook MDS gedaan op data van Nico. Ja. Waarbij de stimuli waren een actrice die bepaalde emoties nabootste. De actrice heette ook Vrijda. Nelly Vrijda, de Ma Flora. En Van der Geer die heeft toen die MDS'en laten doen. Dat was in een periode dat als je een MDS wou doen, dan moesten de kaarten bakken met een trein naar Düsseldorp. Of naar Parijs. Dus dat was allemaal veel moeizamer. Nee, dus dat is een onderwerp wat mij is bijgebleven. En ik zie nu ook heel goed in dat emotietheorie veel meer de kant op gaat van categoriseren van emotionele situaties. Dat dus de namen van de grote emoties, woede en liefde en dergelijke. Ja, ja. Dat zijn concepten die mensen vormen. En waar ze concrete situaties aan ophangen. Dus daar komt inderdaad ook de multidimensional scaling weer om de hoek kijken. En hoop ik dat mensen dat eens een keer gaan doen. Maar was dat ook een soort van compensatie om ook met meer met mensen of zo. In het begin van het gesprek had je het over dat je altijd bezig hebt gehouden met relationele data. En daarom dus ook met mensen. Ook omdat je dus denkt, ben ik nou niet te veel een intern gericht iemand die altijd maar in zo'n studeerkamer zit of studenten leert hoe ze toetsen moeten doen en dergelijke. Ja. Een ander onderwerp wat mij bijvoorbeeld geboeid heeft, een toepassingsgebied, is rekenen van kinderen in de basisschool. Ja. Daar heb ik 2 of 3 promovendi gehad die zich daarmee bemoeiden. Ja. En daar ben ik dan ook echt op de inhoud ingegaan. En dan dacht ik van, ik doe eindelijk eens iets waar misschien de maatschappij iets aan heeft. Ja. Het rekenonderwijs verbeteren. Ja. Ja. Omdat het rekenen in Nederland door het Freudentaal Instituut in Nederland een tijd lang gedomineerd is. En het Freudentaal Instituut, dat stond toch voor realistisch rekenonderwijs, als ik me goed herinner. Maar het was tevens allemaal bedacht door beta-wetenschappers die niets van de psychologie afwisten. Hans Freudenthal was volgens mij, als ik me goed herinner, een wiskundige, geloof ik. Ja. Dus de wiskundigen hadden de neiging om hun eigen didactiek te bedenken. Ja, en die deden daar geen empirisch onderzoek naar of dat ergens op sloeg. Ja, ja. Dat was 1 motivatie om daar iets tegenover te zeggen wat wel uit gewoon de onderwijskunde kwam. Ja, ja. Ja, dus ik heb als je zegt van waar heb je spijt van? Daar heb ik eigenlijk wel spijt van. Ik zei niet dat je spijt van moest hebben. Ik dacht, dat ga je misschien vragen. Waar heb je spijt van, Willem? Dat ik toch niet vaker en eerder op pad ben gegaan om in het publiek te vertonen met bepaalde onderwerpen uit de praktijk of waar mensen zich druk om maken. Ja. Daar heb ik ook niet helemaal het karakter voor, maar daar had ik me overheen moeten zetten. Ja. Je hebt in de psychologie, dat schiet me nu te binnen hoor, een vraag waar ik helemaal niet eens aan gedacht had. Er is best wel sprake van een replicatiecrisis. Heel veel onderzoek, wordt, als het opnieuw gedaan wordt, worden de bevindingen niet opnieuw gevonden. Om de kwaliteit van psychologisch onderzoek te verhogen, zou het een goed idee zijn als standaard
een psychometricus of een meteoroloog betrokken is bij als een van de mede-auteurs. Het heiwerk, zeg maar, of het boek, om even die flauwe vergelijking met het boek had kunnen, de basis. Ja, goed te maken. Ja, dat snap ik. Nou, dat was vroeger, dus zeg maar een jaar of 40 geleden, was dat wat normaler. Want hij heeft dat dus zelf veel gedaan. Maar ook Don Mellenberg heeft heel, heel erg veel promovendi gehad die in een toepassingsgebied zaten. En Don kon natuurlijk heel goed advies geven. Dat is een van de dingen waar ik dus jaloers op ben. Dat hij dat, dat heeft hij tenminste wel gedaan. Maar er zit wel een ontwikkeling in, want ik kan me nog goed herinneren dat wij in de 70 of 80 jaren hadden we daar een model voor bedacht dat er een soort partnership zou komen tussen medewerkers van de methodegroep met de afdelingen. Eentje die samenwerkte met iemand van sociale psychologie, eentje die samenwerkte met iemand van klinische psychologie, et cetera. Maar ja, jij kent psychologen, die weten het op een gegeven moment zelf beter. Het zijn net mensen. Ja, en die hebben ook hun eigen voorkeuren voor iets. Wilke zei altijd, je moet gewoon, waarom doe je niet gewoon een 2x2'tje? Ja, dat is een van hun populaire dingen. Dan doe je een treatment en een controle of twee treatments. En dan doe je een andere variabele, een persoonsvariabele bijvoorbeeld. En dan deel je de mensen mannen en vrouwen of introverte, extraverte, you name it, op de mediaan. En dan heb je een 2x2'tje. Dus men heeft dan, vonden wij de neiging om te volstaan met in de subdiscipline gebruikelijke methodes die in hun tijdschriften staan. Ja. En dan staan ze iets minder open voor andere mogelijkheden. En de replicatiecrisis is natuurlijk ook een crisis van het experimenteren. Want er is, zeg maar, het experimenteren is steeds populairder geworden. Vroeger had je gewoon de experimentele psychologie. Dat was meer en meer hetzelfde als wat functieleer heette in Nederland en inmiddels cognitieve psychologie. En de sociaalpsychologen waren traditioneel niet zo ontzettend experimenteel. Maar nu allemaal wel. En zeker dan met neuroturn. Ja, dat is ook iets waar ik nog wel wat over wil zeggen. Zeg het maar hoor. Iedereen gaat nu aan neuro doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat vind jij dus niet? Nee, dat vind ik helemaal niet. En waarom niet? Nou ja, de mind is niet hetzelfde als je brain. Ja. Dus ik zie het meer als toch een beetje een vooringenomen standpunt dat je het brein moet analyseren om te weten waarom hoe mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Er wordt veel gescand, maar vaak zijn het allemaal heel, dat is natuurlijk een krankzinnig idee om de scanresultaten, dat is super multivariaat, ja, dat zijn beelden die uit een heleboel pixels of voxels heet het dan bestaan. En dat dan ook vaak nog in de tijd, dus dan heb je een super hoogdimensionele ruimte. En daar moet je dan in zien. Zou je met zoveel data als een psychometricus niet als een kind in een speeltuin voelen? Nee, tig keer meer variabelen dan proefpersonen. Er moet altijd een bepaalde relatie zijn tussen het aantal variabelen en het aantal onafhankelijke metingen. Het zijn allemaal super gecorreleerde metingen. Vaak zijn die analyses van tevoren door ingenieurs in die scanner gezet. Dus dan weet men ook niet goed wat voor voorbereidingen er zijn enzovoort. Oké, er zijn hele verstandige psychologen die dat inmiddels allemaal wel weten. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, vaak zijn er toch gewoon de gedragskenmerken waar het eigenlijk om gaat. Ja, en het is nog niet zo interessant om te weten welke signalen in je hersenen zich hebben afgespeeld, vind ik. Is dat een soort pleidooi voor Skinner ook? Is dat een beetje een pleidooi voor Skinner? De grondlegger van behaviorisme of de... Nou, het idee dat we de geest leren kennen door naar het gedrag te kijken is al heel oud. Dat was al voor de behavioristen zo. Ja. Dat is eigenlijk al gebeurd in de 16e eeuw. Toen
het verschil tussen de ziel en de mind is ontstaan. Voor die tijd dacht men dat de ziel door onze lieve Heer was ingegeven, God was ingeblazen. En die fungeerde dus als verklaring van het gedrag. Maar nu weten we dat dus. Nu nemen we dat niet meer aan. En proberen we het gedrag als te verklaren als toegang tot de mind. Dus door mensen dingen te vragen of te doen of acties van ze te analyseren, gaan we erachter zien te komen onder bepaalde omstandigheden, als het experimenteel is, om erachter te komen. Hoe de mind werkt en niet de ziel als verklaring van elk gedrag. Dus het behaviorisme oké, maar je hebt natuurlijk ook allerlei andere stromingen die om die tijd zijn gedaan. Bijvoorbeeld Kurt Lewin, ik weet niet of je dat kan herinneren, die heeft ook een boekje geschreven over topologische psychologie. Dat ken ik niet. Daar hoor je mensen ook nooit meer over, maar dat was dus ook iets met nabijheid. Dat interesseerde het mij. En er was ook zoiets als een psychologische ruimte waarin zich dingen afspeelden. Dus mijn mening is dat psychologie is zo'n mooie wetenschap omdat die lekker abstract is. En voorlopig wel blijft ook. En voorlopig blijft ook, maar heel veel ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Er zijn nog zoveel dingen die je kan doen. En dat is in tegenstelling tot de natuurwetenschappen, daar heb ik ook een beetje een sterke mening over. Misschien moet ik mijn mond houden, maar ik denk de natuurwetenschappen die zijn klaar. Basically. En wat we hebben zijn de ingenieurswetenschappen, die geven allerlei toepassingen van de natuurkunde. Maar dat er zoveel geld gaat naar de natuurkunde, dat snap ik niet helemaal. Want wil je nou nog meer atomen door die cyclotrons laten wapperen? Er gaat heel veel geld naartoe. Dus ik vind de psychologie is de koningin der wetenschappen. Jij zit in de zesde klas van het Erasmiaanse gymnasium. En je staat weer voor je studiekeuze. Zou je dan weer kiezen voor die koningin der wetenschappen? Ja, zeker. Zonder voorwaarden? Zonder enige voorwaarden. Alleen dan geen jaartje medicijnen? Nee, dat kan ik. Dan weet ik dat ik ben sinds die tijd kritisch op medicijnen en dat is natuurlijk niet zo goed, maar ik denk steeds van, daar heb je die dokters weer. Ze zijn ook niet zo goed in kwantitatieve methoden. Daarom is er vrij veel ruimte voor psychologie afgestudeerden in ziekenhuizen. Want psychologie afstudeerden, is mijn ervaring, zijn vaak behoorlijk praktisch. Ze zijn verbaal vaak goed. Dat heeft iets met seksverdeling te maken. En met het soort jongens die daar geïnteresseerd zijn. Ze kunnen rekenen. Ze kunnen met computers omgaan. Ze kunnen data analyseren. Is niet iedere jonge dokter gegeven. Je kan op zich rekenen op die psychologen. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Oké.